Binnenkort gaan Andy en Melissa trouwen en daar hoort natuurlijk een goede vrijgezellenparty bij. Andy's vrienden Rob en Ruben brainstormen wat de perfecte bachelorparty zou zijn. Het moet wel iets spectaculair zijn. Ik wil niet iets zo hebben van dat standaard paintball of wat dan ook wat je altijd ziet. Ik denk iets van een combinatie van een actie en dan 's avonds een lekker drankje eten, lekker feestvieren. Het bruidspaar ziet de bui al hangen. Het vooruitzicht van een vrijgezellenfeest dat gierend uit de hand loopt, doet de nodige jaloezie oplaaien. Wat ik echt niet wil, is bij jou gaan strippers gaan doen, hoor. Nee, dat wil ik ook niet. Nee, als we dat gaan doen, dan... Geen mannelijk in ieder geval. Nee, ik moet het ook niet hebben. Als ik dat zie, dan trap ik ze allemaal elkaar. Ik wil gewoon een normaal feest en gewoon leuk en gezellig en geen geouwe. Nee, die strippers heb je nu ook al keer gezien. Ja, misschien, klaar. Ik strip elke avond voor je. Zijn ex was een stripper, hè? Die heb je leren kennen in een club, dus... Hoef geen hoeren en strippers en weet ik veel rare gasten erbij, want daar hou ik helemaal niet van. En die is altijd met dat soort dingen toch altijd over seks en grapjes maken. En... Dus nee, dat verbaast me. Kijk, ik vind het niet leuk als ze bij jou strippers zijn en dat bij ik mij vind ook zo. Ik zelf helemaal niet leuk. Wat moet mij dat nou? Misschien vindt de rest het leuk, moet ze zelf stripper inhuren. Maar ik vind dat helemaal niks aan. Gadver, ik hoef geen andere halfnaakte fan om van gezellig feest. Vind ik helemaal niet fijn. Nee, maar ik wil het ook niet, joh. Ik wil ook geen wijf die over me heen loopt te sleuren en dat soort dingen. Rot op. Heb ik zo vaak gehad. Nee, stripster, dat zijn dingen die er wel bij horen.